De gemeente Heumen steeg dit jaar bijna 100 plekken op de AD misdaadmeter. De score hiervan wordt berekend op basis van aangifte tegen onder andere inbraken, diefstallen en bedreigingen. Met name op de laatst genoemde vorm van criminaliteit scoort de gemeente Heumen opvallend hoog. Nou, we waren inderdaad onaangenaam verrast, want je wilt altijd uh, toch op een goede plek uh, staan en je wilt zeker niet een hele grote verandering, behalve ten goede. Uh, en uh, nu was de ver, uh, verandering in ieder geval uh, ja, naar beneden en dat is niet gunstig. En toen hebben we dus ook heel goed gekeken van uh, hoe komt dat nou? Nou, uh, wij scoren hoog op bedreiging, hebben we gezien. En ja, we vinden dat wij zo'n leuke, gezellige gemeente zijn. Uh, en toen bleek, toen we de cijfers analyseerden... dat er uh, uh, veel bedreigingen zijn in Nederasselt, Maar die zijn met heimelijke camera's gemaakt in 2016 en in 2017. Maar de aangiftes, omdat de mensen er toen pas achter kwamen... ...zijn in 2018 geweest. En dat heeft dus, geeft dus wel een bepaald beeld als het gaat om onze cijfers voor bedreiging. Volgens burgemeester Mariette Mietendorf moet de Heumense gemeente er net iets harder voor werken dan sommige anderen. Dat heeft te maken met de bereikbaarheid van de gemeente, maar ook met de welstand van de inwoners. Wij hebben hier veel te maken met uh, mobielbanitisme. Nou, dat is een mooie term voor uh, nare dingen, namelijk bendes die overal vandaan kunnen komen... ...op de snelweg hier zo naar binnen wippen. Die weten dat hier ook een aantal welgestelde mensen wonen met prachtige auto's. En we hebben dus echt veel last van auto-inbraak. En dat is heel uh, lastig om te voorkomen. Want ze, komen, ze gaan thuis oefenen met een auto van een bepaald model. Uh, ze weten precies hoe ze daarin moeten komen. Hoe ze de airbags eruit moeten halen. Of hoe ze die auto moeten ontvreemden. En, uh, ja, en dan komen ze dat even dat kunstje hier doen. En daar zijn we echt niet blij mee. En deze bendes, dat moeten we echt zien te voorkomen. Ze komen niet van hier, maar ze geven ontzettend veel overlast. En een inbraak in je auto, en zeker in de woning, is heeft heel veel invloed op uh, het welbevinden van mensen. Worden er soms angstig? Uh, en als het je voor een tweede, derde of misschien nog wel vaker gebeurt, bij een auto bijvoorbeeld, heb ik mensen gehoord die vijf keer bij hun uh, auto hebben zien inbreken. Dan wordt het echt wel gewoon een, een heel onprettige idee. En dan denk je, ja, hoe, wat moeten we hier aan doen? doen. Dus uh, als gemeente moeten we hier en als overheid gezamenlijk moeten we hierop inzetten.